Voor ons tweede onderdeel is het de bedoeling dat jullie eigen stunts zelf doen. Kom vooral maar mee, we hebben een specialist ter zake uitgenodigd. Hallo, ik ben Bart. Ik ben Jamin. Dan ben jij Benjamin. Dag Benjamin. Je bent 11. Ja, waar kom je vandaan? Ik kom uit Schevenveen. Dat is ideaal. Zeg, als ik me niet vergis, dan wil je iets doen met toestellen, met camera's en zo. Hè? Inderdaad. Vertel. Ja. Ik ben een echte filmfan. Okay. En het verbaast mij echt dat ze eigenlijk uit stilstaande beelden een vloeiende beweging kunnen maken. Ja, en wat bedoel je dan precies met stilstaande beelden? Wel, iedere seconde film bestaat eigenlijk uit een aantal foto's die onze hersenen zien als een vloeiende beweging. En hoeveel beelden heb je daarvoor nodig? Hoeveel stilstaande beelden heb je nodig opdat de hersenen zouden denken het is een vloeiende beweging? Wel, dat is een goede vraag voor de gasten. Dus hoeveel... Maar die weet niks van film. Die kan dat niet. Allee, niet overschatten. Maar goed, maar stel maar de vraag. Dus hoeveel beelden zijn er minimum nodig om de illusie van de beweging op te wekken? Ja, oké. Okay, ja. A, 10. Nee? B, 16. Of C, 24. Ik kan het niet meer. You think you are a movie? Ja. Deborah, jij denkt 24. Je bent eigenlijk breeddenkend. Ja. Heb je daar een goede reden voor om te denken? Ik heb totaal geen idee. Dat is echt niet mijn dada. Erik, ik zou geneigd zijn om Deborah gelijk te geven. Maar ja, ik wil jou ook niet onderschatten. Jij gaat voor 10 beelden per seconde. Ja, omdat film... Dus film loopt aan 24 beelden per seconde. En televisie aan 25. Ja. Behalve als Jos Gijzen het ook. maar je hebt volgens mij al beweging vanaf... veel vroeger. En dan gok ik op 10 beelden per seconde, dat je dan al beweging voelt. Maar je bent toch wat... Onzeker, hè? Ja, ook omdat als ik mezelf in beweging, dan heb je 48 beelden nodig. Benjamin, vertel het ons vooral. Hoeveel beelden hebben we minimaal nodig om beeld te zien? Dat zijn er 10. Aha. Maar voor we daarop ingaan, wil je eerst nog even ingaan op de foto's en de vloeiende beweging. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Je kan daar ook een demonstratie van geven. Hè? Ja, eigenlijk alles heeft te maken met de traagheid van het oog. Ja? Dus simpel uit te leggen aan de hand van een testje. Doe. Moet maar eens kijken naar een oplichtend punt in de verte en dan je ogen dichtknijpen. En normaal gaat het dan nog een fractie van een seconde op het netvlies blijven staan. Ja, ik zie de spots gewoon nog, hoewel mijn ogen gesloten zijn. Dat is eigenlijk wonderbaarlijk. Ja, dat noemt men het nabeeld. Het nabeeld. Ja. En in de film volgen die beeldjes zo snel naar elkaar op dat het nabeeld het volgende beeld gaat overlappen. En daardoor zien onze hersenen dat als één beweging. Want je hebt daar ook een experiment mee gedaan, hè? Door het eens. Vanmiddag heb ik enkele foto's getrokken. Ja. En daar, op iedere foto beweeg ik iedere keer een klein beetje. En wanneer ik hieraan ga draaien, gaat het een vloeiende beweging lijken. Hoe heet dit ding? Een zootroop. Een zootroop. We gaan je eens laten spelen met die ballon, hè? Dat is eigenlijk gewoon met foto's een film die je zelf gemaakt hebt, hè? Ja, heel kleintje. Met een wastrommel, zal ik maar zeggen. En dan Erik had dan maar zeggen dat hij daar dure budgetten voor nodig heeft. Begrijp dat dan niet. Dit was al lichtjes fantastisch, maar je bent nog iets veel fantastischer van plan. Mee bepaald met Erik en Deborah. Wat moeten ze doen? Ja, straks moeten ze in het midden van de cirkel gaan staan en dan springen. Ja? En op dat moment gaan we een foto trekken. En dan gaat het lijken alsof ze in de lucht blijven zweven. Zullen ze al plaatsnemen, eventueel? Ja. Er is één klein probleem. Je hebt een aantal camera's hier, hè, digitale camera's. Er zijn er 12 en je hebt zelf maar 10 vingers. Daarvoor heb ik de crew meegebracht. De crew? Ja. De redactie van Hoezo. Kom er allemaal bij. Dames en heren, een applaus voor de redactie van Hoezo. Kom jullie hier staan. Ja, je mag de zappers even afgeven voor het mooie effect. Hè. Ja. Heel goed. Dus ik denk dat je een beetje... Jullie, dat dit een mooie opstelling is. Ja. Dan gaan we even... Wat moeten we nu doen, zeg maar? Ja, de camera's aanzetten. Dat helpt, bij filmen, hè, dat is waar. Ja. Dames en heren, geachte collega's, allemaal de camera's aanzetten, alstublieft. Mag ik nu vragen, licht uit, spot aan. Die worden nu mooi belicht.
Spring tegen elkaar aan als het kan. Ruggelings bedoel ik. Ja, ruggelings. Erik, we moeten je echt frontaal zien, spijtig. Sorry daarvoor. Spring echt heel hoog. Daar gaan we. Ja, ben je niet? 3, 2, 1, spring. Bedankt voor deze fantastische stunt. Die jullie zelf hebben gedaan. Ja. Benjamin, wat gaan we nu doen met die beelden? Die beelden zijn nu doorgestuurd naar de computer. En normaal zouden die nu moeten op televisieschermen verschijnen en één vloeiende beweging worden. Benjamin, ik ben net zo benieuwd als jij zelf. Dames en heren, de beelden.